rally. Ik heb hem 3 keer op rij gewonnen en we zullen er alles aan doen om dit jaar weer te winnen. En ja, dat is een thuisrally, is natuurlijk fijn. Je kent het parcours heel goed. Kent u deze wagen? Ja, nog nee. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar zeker, die is toch van Erwin. Ja. 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 Wie is dat dan? Welke Erwin? Erwin Dokter. Oh. Ja. Die kent u wel? Jawel. Ja. Vindt u het leuk dat die rally hier gehouden wordt? Ja, ik wel. U bent wel een liefhebber? Oh ja. Ja. Och ja, anders nooit. Maar het is niet zo dat ik er nou zo in zit of dat ik er niet nou zo mee bemoei. Maar ja, ik vind het wel mooi. Ja, vinden ze het allemaal hier in het rek? Nou, ach, toen maar. Dan met al die anderen natuurlijk, die het niet zo mooi vinden. Ja, maar goed. Dat heb je altijd. Alle klassementsproeven zijn op dit soort weggetjes. Er zijn er een paar die zijn volledig verhard bij. Maar als je denkt aan de laatste 2 klassementsproeven, dus op de Luttenbergring, een oud motorracecircuit. Maar dat is ook vrij smal en kan het ook glad zijn. Maar...